Welkom bij de derde aflevering van Oogsport. Vanavond een impressie van de Groningen Stadloop die gisteren plaatsvond. Daarnaast bezochten we de wedstrijd Oranje Nassau tegen Excelsior 31 in de zaterdag hoofdklasse van het amateurvoetbal. Verder bezochten we de training van Bikwik, dat zich voorbereidt op de bekerwedstrijd tegen NEC. Maar eerst FC Groningen. FC Groningen speelde zaterdagavond in Almelo tegen Heracles. FC Groningen is koploper van de eredivisie. Een gelijkspel tegen Heracles Almelo was daarvoor voldoende, want de concurrentie verloor. Het was een zwaar bevochten punt, want FC Groningen speelde al vanaf de tweede minuut met 10 man, toen Femi met rood van het veld moest, wegens het neerleggen van een doorgebroken tegenstander. Pas in de 50ste minuut profiteerde Heracles van de man-meersituatie en kwam op 1-0. Heracles leek te winnen, maar 5 minuten voor tijd scoorde invaller Petter Andersson de 1-1 en sleepte de ploeg alsnog een punt uit het vuur. Doelman Luciano speelde een belangrijke rol. Hij verrichtte een aantal prima reddingen. Ik denk ik heb goed gedaan. Voor een keeper is het belangrijk als ze veel bal pakt. Maar ja, ik denk we moeten heel blij zijn voor dit punt. Want we hebben met karat gespeeld. Dus ik denk dat is belangrijk. Oefenmeester Ron Jans was zeer tevreden over de wisselspelers. Ik vind wel dat alle wisselspelers heel goed invielen. Want daarvoor hebben we gewoon met een man minder hebben we eigenlijk vrij weinig weggegeven. En hadden we toch Heracles redelijk onder controle. Ook al omdat Luciano ook een paar aardige ballen gewoon pakte. De laatste 20, 25 minuten zie je dat de ploeg dan toch meer, ook met Powell en met Andersson. En dat we voor in druk gaan zetten. En dat we ook nog wat kansjes kregen, of in ieder geval wat dreigende situaties. En uiteindelijk ook een kans. En daar word je nog uiteindelijk voor beloond. En dat was mooi. Jans vindt dat zijn spelers het ondanks met een man minder zeer goed deden. Hij ziet zijn team steeds verder groeien. We hebben gewoon een hele goede start. En ik had zaterdagavond nog wel iets na de wedstrijd van... ik had het heel graag willen zien met 11 tegen 11. Want ik had graag eigenlijk 3 gespeeld 9 punten willen hebben. Alleen als je ziet, we hebben toch zaterdag ook weer iets toegevoegd. En dat is werklust, met elkaar strijden en niet opgeven en weer terugkomen. Zelfs met een man minder. Dus we hebben denk ik wel een punt gewonnen. Maar vooral ook een stuk voor groei van het team. De FC speelt aanstaande zondag thuis tegen Feyenoord. Zondag vond de eerste editie van de Groningen Stadmarathon plaats. Ruim 2000 lopers gingen om 11 uur vanaf de Vismarkt van start voor de halve marathon, de hele marathon, de bedrijfsestafette of de 10 kilometer loop. Het was ideaal loopweer zondag en de sfeer zat er goed in. De lopers legden een prachtig parcours af, kriskras door de stad, zoals hier in het Stadspark. Hey! Hallo! Zet hem op, jongen! Terwijl voor sommige recreatieve lopers de laatste loodjes het zwaarst wogen, was het wachten op wie zich de winnaar van de Groningen Stadsmarathon mocht noemen. Na 2 uur, 29 minuten en 47 seconden kwam Ivan Kamminga uit Nieuwe Pekela als eerste over de streep. Even uitblazen voor Kamminga. Die 6 minuten later startje Arjen Kuper als tweede zag binnenkomen. Bij de vrouwen was Margot Scholing uit Assen de snelste, met een tijd van 3 uur, 23 minuten en 47 seconden. De laatste lopers kwamen rond 4:30 binnen, waarmee een mooie, sportieve en gezellige middag werd afgesloten. De stad Groningen is met 2 zaterdag hoofdklassers goed vertegenwoordigd op het hoogste niveau van het amateurvoetbal. Zaterdag speelde Oranje Nassau op Sportpark Koenersborg tegen titelkandidaat Excelsior 31. Oranje Nassau heeft wel eens een betere start gehad in de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal. De eerste 2 wedstrijden gingen verloren en dit weekend kwam Excelsior 31 uit het Overijsselse Rijssen op bezoek. Excelsior 31 zette in de tweede minuut al de toon. Ex-prof Nicky Leverink verlengt en Gerald Jansen schiet op de lat. Een andere ex-prof, de 38-jarige Jan Michel, speelt ook voor Excelsior 31. Zijn voorzet komt bij Jan Grobbe, maar die schiet ver naast. Bij Oranje Nassau ging de aandacht uit naar de Franse verdediger Ousman Diaby. Maar die kon weinig potten breken. Na een klein half uur draait Jolf Stel weg bij Diaby en Nicky Leverink scoort. Excelsior 31 is veel sterker dan Oranje Nassau en het staat al snel 2-0.
ON-doelman Arjen Langeveld let niet op en Levering knikt zijn tweede binnen. Oranje Nassau kan er weinig tegenover stellen. Renko van Eken probeert het wel, maar hij wordt gestuit voordat hij echt gevaarlijk kan worden. Na de pauze zet Oranje Nassau aan en er ontstaan een paar kleine mogelijkheden. Maar echt gevaarlijk weten de Groningers niet te worden. Dan zijn er de 8 minuten van Jolf Stel van Excelsior 31. Na een solo tekent hij de 0-3 aan. Het wordt nog erger voor ON. Na een actie van Gerald Jansen scoort Stel de 4e voor de ploeg uit Ruissen. En even later is het feestje voor Stel compleet als hij een loepzuivere hattrick aantekent. In de blessuretijd redt Oranje Nassau nog de eer. Jorrit Senema scoort en zet de 5-1 eindstand op het bord. Aan trainer Bert Vos van Oranje Nassau de vraag hoe dit allemaal kon gebeuren. Ik zou zeggen, er was allereerst een gigantisch kwaliteitsverschil op het veld aanwezig. En dat kun je wel als... dat kun je niet betitelen als fout gaan. En daar hadden we de grootste moeite mee. Ik heb gewoon simpelweg een goede ploeg uit de Rijssen gezien. Dit is inmiddels de 3e competitiewedstrijd die verloren is gegaan. Ja. Wat is daar de reden voor? Nou, kijk, de reden moet ik er maar even invullen. En dat is, we waarschijnlijk tegen 3 ploegen hebben gespeeld die bij de top 5 zullen eindigen. En dan lopen wij het risico met de mogelijkheden die wij hebben dat je dat verliest. De andere zaterdag hoofdklasser PKC 83 deed het beter. Zij speelden met 1-1 gelijk tegen Genemuiden. Voor zondag hoofdklasser Bikwik staat er komende donderdag een bijzondere wedstrijd op het programma. Zij spelen voor de KNVB-beker thuis tegen NEC. De Groningers wonnen in de eerste ronde in Rotterdam van derde klasse Xerxes. Bikwik is gebrand op het bekerduel tegen eredivisionist NEC. De ploeg uit Nijmegen speelt de laatste tijd erg goed. NEC won zelfs in de UEFA Cup van Dynamo Boekarest. Bikwik-trainer Marcel Groninger weet dat het een zware klus zal worden om te overleven in het bekertoernooi. Het is natuurlijk een hele mooie wedstrijd in NEC, Eredivisieclub. Of het heet het inmiddels anders, geloof ik. Veel publiek, hoop ik. Een mooie uitdaging. Voor ons absoluut de krenten in de pap of de slagroom op het ijs. Daar hebben we erg veel zin in. Ja. Wat verwacht u van de wedstrijd? Nou ja, goed, wij gaan onze huid duur verkopen, dat mag duidelijk zijn. Als je 100 keer tegen NEC speelt, dan zal je er misschien 97 keer verliezen. En misschien 2 keer gelijk en misschien 1 keer winnen. Nou, laat het nu 1 van die 3 zijn, dan zijn wij heel blij. Ook Bikwik spits Willem Lanjou weet dat het niet makkelijk zal worden. Nou, ik denk wel dat NEC toch de favoriet zal zijn. Maar voor ons een fantastische wedstrijd om te spelen. Tweede ronde van de KNVB-beker. Dat het ontzettend moeilijk zou worden en de kans klein is dat we een ronde verder gaan, dat mogen duidelijk zijn. Maar we zullen de huid duur verkopen en alles aan doen om zo goed mogelijk resultaten eruit te halen. En aan het eind van de wedstrijd zullen we zien wat dat resultaat dan is. Bikwik zal tactisch anders moeten spelen dan zij gewend zijn. Nou ja, wij zullen misschien het blok ietsjes verder naar achteren zetten. Door het veld zo klein mogelijk te houden, zo weinig mogelijk ruimtes. Spelers dicht bij elkaar, waardoor het voor hun heel moeilijk wordt om de ruimtes te vinden. Kijk maar naar de wedstrijd van Feyenoord tegen die Zweden. Die Zweden hield het veld heel klein. Ja, en dan heel sporadisch met een heel snel countertje. Ja, toch heel gevaarlijk worden. Ja, want we hoeven natuurlijk niet te denken dat wij het spel gaan maken tegen NEC. Al zouden wij dat heel graag willen, dan zou ons dat denk ik tegen zo'n goede tegenstander natuurlijk niet lukken. Bikwik en NEC kennen elkaar vooral uit het verleden. Dit duel brengt een stukje geschiedenis met zich mee. In de beginjaren van het betaald voetbal stonden beide clubs wel eens tegenover elkaar. Voor de amateurclub is dit dan ook een bijzondere wedstrijd. In het verleden hebben we een keer of 10 tegen NEC gespeeld. Dat was in de tijd van het betaald voetbal en dat was in de toenmalige tweede divisie. En ik meen ook nog in de eerste divisie. Ja, toen hebben we wel eens een keer gewonnen met 6-2, wel eens een keer verloren met 5-3. De uitslagen waren toen wel anders. Maar wij hebben in het verleden dus in betaald voetbal tegen NEC een aantal wedstrijden gespeeld. Bikwik zette in de generale naar het bekerduel een goede stap door afgelopen zondag in de hoofdklasse met 3-1 van Sportclub Jouren te winnen. Dit was Oogsport voor vanavond. Leuk dat u gekeken heeft en tot volgende week.